Welkom bij alweer aflevering 4. Het is vandaag een zonnige dag hier. En zoals jullie weten heeft de afgelopen week echt heel erg slecht gedaan. Go! 1 puntje pas. Kom op, make-up. Wat heb ik aan jou? Waarom heb je jou meegenomen? Daar gaan ze. Schieten. Zijn jullie ongelooflijk slecht? Nee, ik was hier goed in. Vandaag heb ik al het geloof in de volgende twee kandidaten. Ik zeg, laten we beginnen! Zo. Nou, jij bent heel goed met ballen, dat weten. Hoe is jouw skill? Ik kan niet voetballen, man. Nee? Nee, echt niet. Ik heb echt alles op jullie ingezet vandaag, hè? Sorry, ik ben nog even sprakeloos aan je opmerking. Dat is gek. Heb ik wel lang over nagedacht die te bedenken, dit. Dat weet je. Dat snap ik. We zijn allebei niet zo goed in voetbal, maar we gaan ons best doen. Want ja, jij hebt vertrouwen in ons. Ja, heb ik wel eigenlijk. Deze jongen gaat op die lijn daar rennen. En jullie moeten achter deze lijn met die kleine ballen tegen hem aanschieten. En elke keer als je hem raakt, krijg je een punt van mij. Oh, dat is wel fijn, dat we wel punten krijgen. Ja, precies. En als je dus meer dan 2 punten haalt, sta je sowieso in de finale. En dan komt het aan op kennis, want dan gaan we de HAJA finale quiz spelen. Dat doen we morgen. En als jullie daarin komen, dan kunnen jullie hele mooie prijzen winnen. Zoals? Sowieso een date met mij, maar ook een hele mooie HAJA trofee. Oh, ja, nou, ik ga mijn best doen. Oké, nou jongens, laten we beginnen. Pak die ballen en dan gaan we aftellen. 3, 2, 1... Let's go! Oké, ik zie 1 punt sowieso. Rit, hier is mooi. 2! Oké, lekker bezig. Jongens, hier heb je een balletje. Goed bezig. 3! Lekker Robin! Lekker! Bam! Ga door! Raak rustig! Pak je tijd, Rit, niet schreeuwen! Concentreer je! Ja! 4 punten jongens, jeetje! Ga! Hier, bal! 5 seconden! 4! Oh, punt 5! 3! Stop de tijd! Jeetje! 7 punten! Ja. Jullie laten de nummer 2 echt ver achter je. Gewoon, die zijn hier. Hoe voelt zoiets? Ja, ik vind het fantastisch, man. Gek. Ja, het voelt zo goed. Ja, eigenlijk zijn jullie de afgelopen week de beste geweest. Laten we even terugkijken hoe slecht ze allemaal waren. Rustig schieten! Mikken, Joes! Jongens, pas 1 punt! Dat was mis. Marije, wat doe je? Dat is ook mis! Jezus, we waren zo slecht. Eigenlijk verdient de nummer 2 geen plekje in de finale. Nee. Ja, jij zegt het. Dus eigenlijk vind ik dat jullie met z'n tweeën naar de finale moeten. Het team wordt dan wel uit elkaar gehaald vanaf nu. Jullie gaan met elkaar de strijd aan in de finale. Maar dat zien we morgen pas. Morgen dus de spannende finale tussen Rit en Robin. Ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Like nog even deze video. Abonneer op mijn kanaal. Check hun channels. Ben er. Rit Scholten. En tot morgen. Doei!